Voilà, daar heb je een luidknop. En ja, kijk even mee, dat is eigenlijk wel interessant. Want dat duurt wel een tijd voordat die klepel die klok raakt. Dat is niet onbelangrijk in de vroegere functies van die klok. Dus er is nog altijd geen geluid meer. Hè? Eigenlijk moet die klok volledig dwars komen, en dan pas gaat die klepel daartegen slaan. Het duurt even, hè? En in Europa, ja. Dat is een slow, slow watching, zo, een klok. Ja, ik weet niet of je die programma's kent op televisie, zo'n trein die gewoon treinspoor af. Dat is dezelfde sfeer. Heel meditatief. Wat is van de lintebeelden? Ja, ja, voilà. We kijken nu naar de klok. Maria uit de Onze Lieve Vrouw is nee. Al die klokken hebben een naam. En die hebben vaak ook de naam van de maker staat erop. De geboortedatum staat erop, de functie. Zeker in vroegere tijden hadden die klokken een beetje mythische proporties vaak. En wij zijn dat maar kwijt, want we luisteren er niet meer naar. Onze wereld is ook veel te luid geworden. En dan tot begin 19e eeuw, of tot halverwege de 19e eeuw zelfs, domineren die klokken onze steden in Europa. En we waren daar heel vertrouwd mee. Heeft een klok voor elk moment van de dag. Een ochtendklok, een werkklok, een vuurklok, een diefklok, een avondklok, you name it. En er was een klok voor. En die zijn er nog wel, maar ja, die kennen we niet meer. Nu, nog één type klok. Voor de hand liggend, denk ik. Ja, voilà. Dat is onze grootste staande klok in de stad nog steeds. Hè? Dus als je je werk vergeet, kan je toch nog te weten komen hoe laat het is. Als het werkt. Ja, dat heeft een paar maanden geleden niet stilgelegen. Ja, en er is nog altijd iets aan de hand. Okay. En we krijgen weinig info. Dus ik weet niet wat we gaan horen straks. Dat is ook een beetje een verrassing. Een paar weken terug sloeg het uur op het half uur. We zijn werken aan die trommel bezig en dat is nog altijd niet afgerond blijkbaar.